leuk dat jullie allemaal kijken naar een eerste video van mij voor Creative Cosmetics. Ik weet niet of jullie mij al kennen. Ik ben Manisha, 20 jaar oud en ook visagiste. Ik was 2 weken geleden denk ik alweer met Elma in de live video. En ik heb verteld dat ik vooral make-up ga doen voor de donkere huid. Nou ja, gewoon op mezelf. En ik ga vandaag een beetje een party look doen met roze tinten. Voordat ik ga beginnen wil ik nog even iets kwijt over het merk zelf. Het is belangrijk om te weten dat Creative Cosmetics geheel dierproefvrij is. En het is ook niet getest in China of zo, want het komt helemaal niet daar vandaan. Het komt uit Londen. Ik begin met de gele concealer. De gele concealer in de kleur Ecru. En dat doe ik eigenlijk om wat donkere kringen van mij weg te werken. Rondom mijn mond en rondom mijn neus. Ik heb gewoon wat in het dopje. En dan neem ik wat op mijn kwast. Overig product tik ik af in het potje, zodat ik geen product verlies. Oké, en dan ga ik hem nu gewoon rondom mijn ogen aanbrengen. Nou, de concealer breng ik dus aan onder mijn ogen. Dus eigenlijk gewoon op mijn donkere kringen. Een beetje langs de neus. Vleugels. En daar heb ik ook altijd ietsje donkere plekjes. Goed in de huid blenden. En straks trekt die nog beter in. Zo, dat is de concealer. En dan ga ik nu de foundation aanbrengen. Dat is de kleur Sumi. Die heb ik ook getest met Elma in de studio. Die doe ik ook weer op de kop open. En er zit er al heel wat in de dop. Die breng ik aan met de foundation kwast. Die ga ik aanbrengen als een soort van gezichtsmassage. Ik breng hem aan in ronde bewegingen op mijn gezicht. Ik probeer maar 1 laag te gebruiken vandaag. Ik ga ook verder nergens naartoe. Dus mijn ogen worden iets heftiger, maar mijn gezicht probeer ik zo natural mogelijk te houden. En wat ik zo fijn vind aan dit product is dat mijn gezicht niet grijs uitslaat. En ik heb daar echt lang voor moeten zoeken. Maar ik heb dus al een keer getest en ik was zo tevreden omdat ik altijd een grijze waas rondom mijn mond krijg. En met Creative Cosmetics heb ik dat gelukkig niet. Wat ik ook heel fijn vind, want ik ben zelf een beetje allergisch voor de zon. Ik krijg altijd uitslag ervan. Maar ik ben een beetje laks erin, want ik gebruik zelf geen zonnebrandcrème, behalve als ik op vakantie ben. Is het fijn dat hier een SPF van 15 in zit. Dus dan ben ik altijd beschermd als ik deze make-up gewoon op heb. Nou, ik heb nog wat concealerplekjes rondom mijn mond. Ik pak nu de kleine kwast, zodat ik wat beter bij die plekjes kom. Om het af te werken. Zo, en een beetje rondom mijn ogen, want je ziet dat het nog heel klein beetje licht is. Zo, ga ik nu verder met het shapen van mijn gezicht. En daar gebruik ik de bronzer Terra voor. Dat is deze kleur. Hiervoor gebruik ik de shape kwast voor mijn gevoel, want hier kan ik het beste mee shapen. En dat doe ik weer op dezelfde wijze. Ik pak wat van mijn dop en dat dep ik af in mijn potje. En hoe shape je nou? Nou, wat ik tenminste doe is pak het bovenkant van mijn oor en die trek ik naar beneden naar mijn mondhoek. En dan, dat is dus de lijn die ik wil volgen en dan stop ik ongeveer op de helft van mijn gezicht. De lijn die je moet volgen is ook wel gewoon onder het jukbeen. Dus net eronder kan je beginnen met contouren. Dat is echt mooi, super gepigmenteerd. Je hebt zo weinig nodig. Pak ik een beetje voor op mijn voorhoofd. Heel klein beetje, anders wordt het een beetje te donker allemaal. Op mijn voorhoofd, een beetje op mijn neus.
Hiervoor gebruik ik geen nieuw product, gewoon met de restjes van de kwast doe ik dat. En een beetje op de kaaklijn. We gaan voor de blush. En blush wil ik het liefst ook met mijn foundation kwast aanbrengen. Ja, gewoon een kwestie van gewenning, omdat ik dat gewoon altijd doe. Tenminste met zo'n kwast, met een poederkwast. Ik neem weer een klein beetje op mijn kwast. En ik ga dit heel goed aftikken, want dit product is zo gepigmenteerd. Zo, die breng ik dus aan als ik een beetje lach. Breng ik hem hier op die appeltjes aan. Ik noem ze altijd appeltjes. Zo, en die blend je in. Ik heb dus nu gecorrect met gele concealer. Ik heb foundation opgedaan, gecontoured, mijn blush aangebracht. En om het gezicht af te maken hebben we dus highlighter nodig. En de highlight kleur wordt vandaag vanille. Hele mooie gele highlighter. En daar gebruik ik dezelfde kwast voor als ik de concealer aan heb gebracht. Als deze. Ik pak weer een heel klein beetje uit het potje. Het dopje zit niks. Zo, en die breng ik dan aan bovenop mijn contour eigenlijk. En blush. Een beetje op het topje van mijn neus. Hij is echt zo mooi. Het geeft echt een beetje een goud kleurige glow. En dan doe ik een beetje op de brug van mijn neus. Heel klein beetje. Een beetje op mijn lippen. En onder mijn wenkbrauw. En dit is eigenlijk ook de eerste stap van oogschaduw. Dat is eigenlijk onder mijn wenkbrauw al het highlighten. Ten eerste brengen we een eye primer aan. Dat is een cream structuur. En die breng ik ook weer heel even met mijn concealerkwast aan. Ja, dit is echt mijn fave. Ik kan er echt voor alles mee. Dus gaf hem vooral aan, want je kan er echt je oogschaduw mee doen. Je kan je highlighter ermee doen. Je kan je concealer ermee doen. Zo, nu breng ik hem nog mijn ooglid aan. En de primer zorgt er eigenlijk voor dat de kleuren gewoon intens blijven. En langer doorgaan. Ik ga vandaag drie soorten oogschaduws gebruiken. Dat is Fuchsia, Cerise en Sioux. Dan begin ik met mijn arcadeboog met de kleur Fuchsia. Knalroze. En die breng ik dan gewoon aan op de arcadeboog voor mijn blending kleur. Of overgangskleur, zeg maar. In de huid blenden en met je andere make-up. Het is echt voor de honderdste keer zo gepigmenteerd, dus je hebt zo weinig nodig. En volgens mij zijn die potjes niet eens 20 euro. Dus het is het echt waard. Dus ik denk echt dat je hier wel een jaar mee kan, langer als je het dagelijks gebruikt natuurlijk. Niet is dagelijks, maar ik geef veel langer mee.
ga ik nu aan de slag met de kleur Ceres. En die blend ik ook echt net onder de roze kleur. Eigenlijk wat ik altijd doe met oogschaduws is proberen met drie kleuren te werken. Dus twee voor de arcadeboog en één voor het gehele ooglid. Dat vind ik het mooist. En nu kies ik er dus voor, nadat ik alles goed ingeblend heb, om het gehele ooglid goud te maken. Dat zijn de kleur Seox. En daar gebruik ik een ander soort kwastje voor. Ik pak deze voor, dus echt speciaal voor oogschaduw en dan denk ik ook met name het ooglid. Zo, en dan pak ik weer de highlight kleur om het dan aan de binnenkant van mijn oog te deppen. En wat ik ga doen om het af te maken is de roze kleur pakken weer. En die zeg maar onder mijn lashlijn blenden. Zo. En dan pak ik nog een heel klein beetje van de rode kleur. De kleur Ceres. En dan doe ik hetzelfde mee. Alleen niet helemaal, maar alleen een beetje aan het uiteinde van mijn oog. Om het wat intenser te maken. Maar ik laat de roze kleur echt overheersen. Goed. Mijn lippen irriteren me een beetje. Dus ik ga het even afmaken. Ik wil niet zoveel kleur op mijn lippen. Ik doe de kleur Matte Sierra op. Zo, en omdat ik hem ietsjes te licht vind, pak ik de concealerkwast en ga ik een beetje in de bronzer. Heb ik dus de bronzer mijn kwast, ga ik hem aandeppen op mijn lippen. En wat we nog missen is een beetje de ogen afmaken. En dat doe ik met het oogpotlood in de kleur Black. Hij is waterproof. Super handig. Nu gaan we voor de wing. Ja, dit is dus de uiteindelijke look geworden. Hier zou ik dus bijvoorbeeld mee uitgaan. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Dan heb ik nog een keuze voor jullie. Willen jullie volgende week een natural look zien? Of een smoky eye look? So let me know in de comments below. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei doei!